We hebben subsidie gekregen omdat er een vraag was met betrekking tot geotextielen en dan in het bijzonder biologisch afbreekbare geotextielen. Nou, wat zijn geotextielen? Dat zijn materialen die in de weg- en waterbouw gebruikt worden om dijken en taluten te ondersteunen, om stevigheid te brengen, maar ook bijvoorbeeld voor erosie tegen te gaan. De Wageningen UR was projectleider samen met een hele groep van partijen. Daar zaten alle facetten van de markt in. Daar zaten de aannemers in, de gebruikers zoals de provincie, maar ook waterschappen. En daarnaast zaten de onderzoeksinstituten erbij met een ondersteuning vanuit AKK die de ketens in de markt zet. We staan nu op een nieuw industrieterrein in de gemeente Ede. De gemeente Ede heeft ervoor gekozen om alle watergangen en sloten en kanalen die hier zijn te bekleden met biologisch afbreekbaar geotextiel. U ziet het hier beneden liggen. We hebben door een plan van aanpak gemaakt en voorbeelden daarvan zijn bijvoorbeeld een bestek tekst te schrijven voor aannemers, zodat ze weten wat ze moeten vragen en wat ze kunnen verwachten met betrekking tot biologisch afbreekbare geotextielen. Nou, we hebben de keuze over een aantal verschillende soorten geotextielen. De keuze wordt bepaald door de snelte van de talud en de jaagtijden waarin het wordt toegepast. Een kokosnet wordt vaak gebruikt als er later planten ingeplant moeten worden. Dat is deze mat. Het kokosmat wordt hier toegepast. Deze kokosmatten variëren in een dikte tussen de 300 en de 700 gram per vierkante meter. Dat is in natte toepassingen en in droge toepassingen. Droge toepassing is in de wegenbouw, waarbij je vooral de talutbescherming, erosie tegengaan. En in de natte waterbouw is het vooral rivieren en waterwegen waarbij je de erosie wilt tegengaan. De voordelen van deze producten zijn dat ze bestaan uit biologisch afbreekbare materialen, zoals stro en kokos. Dit verteert na verloop van tijd. Deze matten zijn met een jaar of twee volledig verdwenen en laten geen residu in de bodem achter. Nou, dat is één heel belangrijk voordeel. Als je synthetische materialen gebruikt en je zou ze naar de hand willen verwijderen, zijn er heel veel verwijderingskosten. En in dit geval heb je dat dus niet.